Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben al gedoucht. Het is best wel vroeg voor ons te doen. Ali die had een wekker gezet. Nou, die wekker heeft ze uitgedrukt en toen zegt ze, dit is mij veel te vroeg. En toen heeft ze er weer omgedraaid. En toen dacht ik, oké, prima. Op zich is het volgens mij nogal... Ja, het is 9:15 en ik ben al gedoucht. Dus dat is best wel vroeg voor ons te doen. Ik ga even een ontbijtje maken. Mezelf even een beetje klaarmaken. En dan kunnen wij zo gaan ontbijten. Even mijn ogen doen. Wij hebben trouwens gisternacht hebben wij het kacheltje aangelaten. Maar het is eigenlijk niet zo goed. Vonden we eigenlijk niet zo fijn. Want dan is het echt wel warm. Dan hadden we de ramen open kachel aan. Dus toen zeg ik gisteren tegen Aal. Ik zeg, we doen gewoon nu. Gisteravond hadden we ook de kachel niet aan. We doen nu de kachel niet aan. Alle raampjes op een kiertje. Het dakraam open. Maar die moest halverwege weer dicht. Want dan ging het regenen. En geen kachels. Want het is zo warm en zo benauwd. Wij zijn dat helemaal niet gewend. Thuis staan ook alle ramen open. En waait gewoon lekker. Dat vinden wij lekkerder. Nou ja. En het is goed gegaan. Het is hier droog. En de ramen waren niet beslagen. Dus het was echt top. Alles op een kiertje. En het dakraam waren gewaaid. Dus ja. Nou ja. Ik ga een ontbijtje maken. Wij hebben heerlijke pannenkoekjes. Dus die ga ik... Die hoef je alleen op te warmen. Oké, deze pannenkoekjes hebben we. Die ga ik even in de pan doen. Ik heb een pan met olijfolie. Ja, zo bak ik normaal natuurlijk nooit pannenkoeken. Maar bij gebrek aan beter. Ik ben altijd bang als ik dit gas aanzet, dat die stopt. Want nou, we kunnen er maar 3 in trouwens. 4 lukt echt niet. Maar ik ben dus altijd bang als ik een gas aandoe, dat het ermee ophoudt. Want wij doen al vanaf het begin dat we de caravan hebben gekocht met een gasfles in die disselpak. Dat is... Helemaal ook niet zo'n grote gasfles. Tegenwoordig kun je beter een gasfles kopen in plaats van dat je thuis zit. Ja, op het gas. Op het gas aangesloten bent. Ja. Nou, daar lijkt het wel op. Lijkt wel, er komt geen eind aan. Oneindig. Pannenkoeken. Jij wou met banaan erbij, hè? Ja. De buurman die vraagt net, wat zijn jullie aan het bakken? Broodjes? Ik zeg, nee, pannenkoeken. Toen zegt hij, oh, wat ruikt dat goed. Ja. We zijn ze alleen aan het opwarmen. Nou, wij kunnen eten. Ik ben benieuwd. Het zijn bananenpannenkoeken, of niet? Banaanspelt toch, of niet? Jawel. Lekker pannenkoeken met banaan en stroop. Heerlijk. Is het lekker? Ja. Echt lekker. Wat een goed plan van jou. Het is koffietijd. En weten wij al wat we gaan doen vandaag? Ja. Nou, vertel. Wij gaan vandaag naar Barneveld en daar gaan we lekker lunchen. Alles draait om eten. Ik heb net die pannenkoekjes naar binnen gewerkt en ik heb het nu al over lunch. Maar wij gaan dus lekker lunchen. En ja, geen idee, maar ik heb vernomen dat het erg lekker moet zijn. Het is in een woonwinkel. Ja, maar er zit een heel goed restaurant bij. De S. Peter Oeve. Dus ik ben benieuwd. En daarna gaan wij natuurlijk eventjes wandelen of zo, want we moeten het er ook weer afbewegen. Mm-hmm. Ja, we zitten alles aan elkaar te vreten. Echt
Niet normaal. Niet gezond. Nou, wij doen lekker even een koffietje binnen. Eigenlijk zitten de buren allemaal buiten. Het waait best wel hard. Dus wij blijven lekker binnen. En wij gaan even een vlog kijken van Mef. Dat vinden wij leuk. Oké, op naar Barneveld. Op naar de lunch. Op naar de lunch. Ja. Ontbijt net achter de kiezen. En nu lunch. Maar we gaan nu op naar de lunch. Nou, en even interieur shoppen. Ja. Ik weet niet of het leuk is, maar we gaan het zien. Geen idee. We laten het over ons heen komen. Toch? Ik heb vooral zin in de lunch. We hebben een lunchplank besteld, mensen. Een lunchplankje voor 2 personen. En op de foto zag het er heel goed uit. Ja, mega lekker. Dus. Ik hoop dat er soep bij zit. Hoe laat is het nu? Het is nu 11:30. Ja. Bijna 11:45. Bijna 11:45. En wij hebben om 1:15 gereserveerd. Moeten we natuurlijk ook nog even naar Barneveld rijden. En dan kunnen we er van tevoren kunnen we nog eventjes rondstruinen in die boomwinkel. Els Peter Hoeve. Wie staat het? Ja. Ik ga jou eventjes wat laten zien. Rechtdoor, rechtdoor. Rechtdoor. Ja. Kijk even. Oh, wow. Opgezette vogel. Als Coco nou ooit overlijdt. Nee, daar. Dan gaan we hem ook op laten zetten. Nee. Kijk even. Nee. En dan zetten we hem in de woonkamer. Natuurlijk niet. Lijkt me een valkparkietje. Zou het een valkparkiet zijn? Ja, dat denk ik. Hij heeft ook een kuifje. Oh ja. Grappig. €290. Nou, het is voor niks. Nee, hè? Echt. Nee, maar volgens mij is opzetten best wel duur. Is ook duur. Oké, nou, de interieurwinkel is leuk, maar niet onze stijl. Ja, we zijn een beetje vroeg. Dus ik ga even vragen of we al aan tafel kunnen, want ik heb honger. Ja. Oeh la la, de lunchplank voor 2 personen. Ziet er lekker uit. Ziet er echt lekker uit. Lumpiaatjes, een saladetje. Salade met kip, een minestrone. Soep of zo. Oh, die ga ik even pakken. Broodje brie. Oh, wat lekker dit. Nachos. Heerlijk. Ja, zin in. Echt wel. Nou, eet smakelijk. Ja. Oké, wij zitten weer in de auto. Ja, maar weet je, ik ging net afrekenen en jij was even naar de wc. En toen mocht ik een loodje trekken uit een bak. En toen heb ik iets gewonnen. Even serieus? Ja, dat zit hier in mijn tas. Wat heb je gewonnen dan? Een stuk taart, thee en... Wat was dit nou? Oh ja, een eerlijk stuk taart. Oh, wat leuk. Een cadeaubon. Dit zijn volgens mij bonbons. Dit is een zakje thee. En dan, dit is de cadeaubon. En dan krijgen we een heerlijk stuk taart. En ik heb toevallig net ook nog die gebakjes gefilmd. Dat hebben jullie gezien. Die hebben die gefilmd? Ja, die zagen er toch lekker uit. Oké, nou we moeten nog een keer hier naartoe. Even normaal. Oké, nou ja, dit krijg je in de maand. Januari. Januari. Ja. Wat leuk. Nou, dit vind ik echt leuk. Helemaal gezellig. En ik heb echt super lekker gegeten. Ja, ik zit als een ei. Ik kan dit is aanraden. Echt, dit is echt een aanrader, mensen. Als jullie een keer in de buurt zijn van Barneveld, ga lekker lunchen met de S. Peter Hoeve. Wij kregen deze tip van jouw moeder. Die was hier geweest. Ja. Dus vandaar dat wij hier nu ook naartoe zijn gegaan. Maar de lunchplank is gewoon helemaal opgegaan. Ja. En die mevrouw die zei nog, jullie zijn de eerste 2 personen die deze plank gewoon helemaal hebben leeggegeten.
Had ze nog nooit gezien. Nee, dat zei ze niet, maar ik vond het wel... Ze zat zo te kijken naar die plaat. Nee, maar het was gewoon helemaal leeg. Nou, dat is toch knap? Dat je het gewoon ook nog allemaal op kunt eten, of niet dan? Nou, leuk. Nou, superleuk. Lekker. Oké, maar ons plan was dus om een klompenpad te gaan lopen. In Lunteren. Even kijken. Bij het middelpunt van Nederland. Ja, dat is leuk. Wat gaan we doen? Het regent nu. Ja, nou. Best wel hard. Dus dat is wat minder. Hebben we geen paraplu? Weet ik eigenlijk niet. Nou, we gaan gewoon lekker wandelen, want wat we er nu allemaal aan hebben gegeten, dat moet er ook weer af. Dit was niet normaal. Lunteren. Ja, in Lunteren regent het. En dan gaat het ook nou, steeds... Nou, dan wachten we gewoon even steeds toch? Regenen. Ja? Ja, dan kan je lang wachten. Nou, dan nemen we de paraplu mee. Hebben we een paraplu? Ja. Oh, maar ik zit ook best wel vol nu hoor. Volgens mij kan ik niet eens meer lopen, joh. We moeten lopen. Oké. Ik heb de klompenpad-app erbij gepakt en wij gaan het Meulunterenpad lopen. En, nou, je kan kiezen tussen 7, 12 en 22 kilometer. Eigenlijk is het startpunt van deze route bij Hotel de Wormshoef. Maar er is een wegopbreking, dus wij staan ergens anders. En, nou, even kijken of wij al op de route zijn. Wij zijn bijna op de route. Ja, en wij hebben hem geparkeerd bij een sportpark. Waar zijn we nu dan? Hier. Wacht even. Oh ja, kijk. Wij zijn op de Wormshoefweg. En dan moeten we bij hier... Sporthuis VV Lunteren. Ja, hier staan we geparkeerd. Maar dan lopen we straks deze weg af. En dan, zijn we op de route. En dan wijst het hem zich vanzelf. Ja. En dan staat hij aangegeven met bordjes. Ja. Deze app geeft trouwens bij sommige punten geeft hij een pingeltje. En dan vertelt hij je iets over waar je bent. Ja. Nou, let's go. We hebben het eerste bordje gevonden. We hebben de keuze om links of rechts te gaan. Dit is dus het hotel Wormshoef. Hier hadden wij eigenlijk moeten parkeren, maar zoals jullie zien is deze weg afgesloten. Dus wij komen nu deze weg uitlopen. En dan beginnen we hier met de route. 12 kilometer. Ja, nou die kant dan maar op. Het maakt mij allemaal niet uit. En het regent. Maar gelukkig hadden wij twee paraplu's in de auto liggen. Dus wij lopen gewoon door met regen. Lunteren. En we zitten nog op de route. Ja, we zitten nog steeds op de route. Mooi hier. We zijn aangekomen bij het middelpunt van Nederland.
Maar mijn oog valt hierop. We hebben dan zoveel paddenstoelen gezien dit weekend. Ja, heel veel. Kijk, in de verte zie je de steen al liggen. Ja. Middelpunt van Nederland. Nou, we zijn hier dus één keertje eerder geweest. En dat was met familie. En nu zijn we er samen. En we gaan even kijken. Ja. Toen was het heel modderig, dat weet ik nog. Ja, en heel druk. En druk. Nou, superleuk. Middelpunt van Nederland. En het stortregent. Ja. Nou ja, oké. Ja, wel grappig om hier te zijn. Ja. Als je hier op die trapjes klimt, dan staan we best hoog. Ja, zeker. En daar heb je nog iets van een soort van verrekijker of ja. Zo. Want je hebt hier ook best wel mooi uitzicht. Nou ja, het is nu slecht weer, dat is jammer. Helaas. Ja. En hier is ook een keer een televisieprogramma opgenomen, Hunted. Ja, dat was ook wel grappig. Dat kijken wij vaak, dat vinden we leuk. Die mensen die wisten eigenlijk, heel veel mensen wisten niet dat dit het middelpunt van Nederland was. Nee, nee. Ik probeerde net op die steen te klimmen. Lukt voor niet. Voor een leuke foto, maar dat lukt niet. Ik kan je wel een zetje geven. Het lukt gewoon niet. Ja, zullen we nog een keer proberen? Ja, je denkt van, het is helemaal niet zo hoog. Maar het is best hoog. Het is best hoog, ja. Ik kom er gewoon echt niet op. Maar we gaan het nog een keer proberen. En we gaan het even filmen. Ja. Nou. Het is toch gelukt, maar ik heb nu een natte kont, een natte bibs. Ja. Maar ik zat eventjes op de steen op het middelpunt van Nederland. Ja. Kon helaas niet staan, lukte niet op een of andere manier. Ik heb eigenlijk ook niks geprobeerd, maar... Nou ja, zo klim je dus op het middelpunt van Nederland. Nou, we gaan weer terug naar de wandelroute. Ja, want we zijn van de route afgeweken. Ja. Ik vind het eigenlijk aan de ene kant wat jammer dat de wandelroute niet hier langs gaat, maar... Ja, dat vind ik ook jammer, maar... Zelf gewoon verkiezen. Het is ongeveer 500 meter van de route af, dus het valt mee, toch? Ja. Kijk mensen, in de app van Klompenpaden staat ook iets beschreven over het middelpunt van Nederland. Dat zien we nu eigenlijk pas net. En het middelpunt, even kijken hoor, dit punt op de Lindeboomsberg is volgens de lokale overlevering het geografisch middelpunt van Nederland. En er staan de coördinaten bij. En voor de berekening is uitgegaan van de vier uithoeken van Nederland, Vaals, Rottumeroog, Sint Anna, Termuiden en Terschelling. Oké, okay, nou grappig toch? Ja. Wel handig dat het ook staat beschreven in die app. Ja, maar daar staan die dingetjes dus in. Ja. Maar ik zag het pas toen we er al wegliepen. Ja.
Oké, we hebben 6 kilometer in de benen. Dat houdt die app ook bij, dus dat is wel grappig. Hier bovenin zie je dat we al 6 kilometer hebben gelopen. 6.1. Ja. Wat zie je? Een tekst met een bloemenveld. Op de noordwestflank van de stuwwal ligt de Lunterse Eng, doorsneden door de spoorlijn Ede-Amersfoort, vroeger Ede-Nijkerk. Hier staan dus fotootjes in. Oh, zo. Oh ja. Oh, wat leuk. Ja. Oh ja, en dan kun je draaien. En dan zie je eigenlijk hoe dit stukje landschap is veranderd in de afgelopen jaren. Heel leuk. De Essenweg zoals die er in het begin... Oh ja, ja. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd er vooral koren verbouwd. Nou, grappig gedaan. Voorwaarts, mars. Nou, we zijn weer in ons eitje aangekomen. En ik ga even lekker een koffietje maken. En dan doen we eerst koffie en dan ga ik koken. Want het is al best wel laat. Ja, het is volgens mij al half zes. Ja. We hebben de paraplu's eventjes buiten neergezet. Om droog te laten worden zo. Ik hoop niet dat ze wegwaaien. Ja, dat gebeurde net al een beetje. Ja. En? Wij hebben de auto nu achter onze caravan geparkeerd. Want kijk, daar gaan ze al. Hallo. Nou ja, dan droogt nu de binnenkant. Ze draaien zelf om. Maar wij hebben dus de auto nu hiernaast geparkeerd. En daar kwamen we eigenlijk later pas achter dat het ook kon. Nou ja, nou was dat andere parkeertreintje ook niet heel ver lopen. Dat is een beetje die kant op. Dus hij staat nu lekker dichtbij. Ideaal voor als je ook spullen in de auto bewaart. Wat wij ook doen. Dus gebruiken we eigenlijk een soort van als een soort van opslag, onze auto. Dus het is ook handig als die dan ook een beetje dichtbij staat. Maar eerst koffie. Ik zit op zich nog wel een klein beetje vol van die lunch. Ja, dat is ook wel erg veel. Maar een koffietje gaat er natuurlijk altijd wel in. En ja, we zitten gewoon weer lekker gezellig in ons eitje. Ik ga eventjes de stoof aandoen. Daar hebben wij het eigenlijk helemaal nog niet over gehad. Wel dat wij hem gingen uittesten nu, dit weekend. Oh ja. Nou is het ook niet heel koud. Het is eigenlijk nog best wel warm voor de tijd van het jaar. Maar ik moet zeggen, hij doet het heel goed. Hij wordt heel snel warm. Je kunt hem in verschillende standen kun je hem, zetten. En ik zet hem eigenlijk meestal in stand 3, zodat hij even goed heet wordt. En daarna zet ik hem ook eigenlijk vrij snel uit, want dan blijft hij ook heet. En eigenlijk als je hem niet aan hebt, want hij staat nu niet aan, dan is hij ook best wel warm. Het is gewoon een soort van schapenvachtje waar hij op zit. Dus daar komt eigenlijk gewoon al, zonder dat je hem aanzet, komt er al warmte vanaf. Hij is ideaal, vooral in de caravan. Ja, maar kijk, we hebben natuurlijk die gleuf aan bij de bank. En normaal gesproken voelde je daar altijd een beetje koude lucht uitkomen als het koud is. Ja, deze gleuf. En nu, nu houdt dat ding dat natuurlijk ook tegen. Ja. Dus dat is ook wel lekker. Kijk, nu zit deze stoof, dat berenvelletje, de Big Huck, die zit ervoor. En kijk, dan zet ik hem nu eventjes aan. Stand 3. Nou, en dan verwarmt hij hem hier, zeg maar in de rug. Maar ook op de zitting. Dus hij wordt gewoon heerlijk warm. Nou, ik ga die paraplu's inpakken, want die gaan straks tegen de caravan aanwaaien. En dan hebben wij een beschadiging. Ik zie het nu al gebeuren. Oké, ik ga beginnen met maaltijd. Wat eten wij? Wij eten... zelfgemaakte boomstammetjes met peultjes en wortelschijfjes. Nou, dit zijn de wortels, peultjes, aardappelen, gehakt ligt nog in de koelkast. Ja, dit dus.
Oké, ik heb het gehakt, de kaas, paneermeel en een ei door elkaar gedaan. En dan ga ik straks boomstammetjes van maken. Aardappeltjes. Nou, we hebben eigenlijk pannen tekort. Nou ja, pannen niet tekort, want we hebben nog wel een pan. Nou ja, we hebben maar twee pitjes, dus om de beurt. Ja. Oké, ik ga hier even die wortels in doen. Daar had ik net die aardappelen in gekookt. Huppatee. En die peulen. Huppatee. En ik heb de waterkoker aan en dan kan dat straks kokend water daarop en dan gaat het lekker. Maar wij koken ook op de camping of als we thuis zijn. Die pannen ook, die zijn mega groot. En die boomstammen ook. Ja. Zo, ik ga eventjes afwassen. En Nelly die is eventjes naar de spar. Want wij waren net ook in de spa geweest, maar we waren van die natte, vochtige doekjes vergeten. En aangezien we morgen weer naar huis gaan en ook gelijk eventjes de caravan een beetje schoon gaan maken, is dat wel handig. Dus die moest nu met spoed naar de spa toe, want het is 7:45 en om 8:00 gaat die dicht. Dus ik zeg, ga jij dat doen en dan doe ik de afwas. Want het is natuurlijk mijn beurt. Want vanmiddag hebben we afgesproken dat ik 's avonds de afwas doe en Nelly 's ochtends. Het is een flinke afwas, maar ja, moet goed komen toch? En het is ook al donker. Kijk mensen, ik zag een bolderkar staan bij het sanitair gebouw. Maar daar kunnen wij natuurlijk niet afwassen, want er is geen warm water. Maar ik dacht, ik zet gewoon die zware vaat zet ik in een bolderkar. En dan loop ik gewoon naar het andere sanitair gebouw. Kijk even, maakt wel veel herrie. Maar ja, het is nog niet heel laat, dus dat kan prima. Ja, dit is toch ideaal? Kunnen wij de volgende keer niet gewoon zo'n inklapbare bolderkar meenemen? Dan schaffen we die aan. Ja. En dan, als we dan een beetje ver bij een sanitair gebouw vandaan staan, dan kunnen we gewoon de bolderkar meenemen. Nou, wij stonden in Zeeland op een camping en daar was een meneer, die liep altijd met die kar. Ja, klopt. En toen zei je ook nog van, ja, iedereen lacht mij altijd uit om de bolderkar. Ja, maar hij spaarde ook heel veel afwas op. Oh, dit is nog best misschien. Met die kar. Zo. Nou, dat gaat zo hoor. Oké. Erin zitten of? Ja, ga er maar in. En dan? Nou, dan ga de ik. De afwas op mijn schoot. Ja. Ik kan hier wel zitten. Trek hem maar. Daarvoor. Nou, hè. Superleuk. Stop. Het kind. Oh. Nou, we gaan slapen, want morgenochtend gaan we weer vroeg vertrekken. Een hele goede morgen. Wij zijn wakker. En ik ga een ontbijtje maken. Ik heb even het kacheltje aangezet. Even de gordijnen open. We hebben trouwens alle raampjes op een kiertje. En het dakraam open. En we hebben geen... Kijk, het dakraam open. En we hebben geen last van condens. Het is echt helemaal top. Dan hoeft die kachel ook niet aan. Want het is helemaal niet lekker, die kachel aan. In de nacht, vinden wij. Nou... Ja, die staat buiten. Goedemorgen.
lijkt op regenen. Echt? Ja. Mm. Nee, we gaan het wel zien. Yoghurt met een banaan en een kiwi. Dat is wat we hebben. Dus dat ga ik maken. Maak jij zo'n rek geluid? Ja. Yeah. Wat was dit? Ik weet het niet. Volgens mij is dat... Oh, een beest, een paard. Er staan sowieso schapen naast het veldje. Want het klinkt als een koe. Ik ga eventjes de caravan schoonmaken. Ali is even naar de winkel. Want die is even een broodje aan het kopen. En ik haal nog even een doekje door de caravan. Zoals jullie zien hangt de caravan weer achter de auto en is het tijd om naar huis te gaan. Helaas. Morgen weer aan de bak. Morgen weer aan de bak, ja. Maar we hebben een superleuke tijd hier gehad. Ja. Ik kan deze camping iedereen aanraden, want het is gewoon lekker schoon, niet te groot. Het zijn twee minicampings aan elkaar, Otterlo en Veluwe. Ja, super. Moderne sanitair gebouw. Ja, geweldig. Ja. Lekker ruim opgezet, vond ik. Ja. Open veldje, dus dat vinden wij wel prettig. Geen bomen boven ons. Ja, het was gewoon een fijne camping. Licht centraal ook nog. Genoeg te doen, genoeg fietsroutes. Fietsen, wandelen, alles. Arnhem, alles is in de buurt. En ja, leuk hier. Ja, ik vind het wel jammer dat we weggaan. Ja, ik ook. Ja, maar ja. Misschien de volgende keer weer naar de Veluwe, toch? We zien het wel. Wie weet. Jullie gaan het zien. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei doei. Doei.